alles evolueert zo snel. Je kunt generaties niet vergelijken. Het enige wat je wel weet, en daar ben ik van overtuigd, de goeie van de jaren 60 zouden nu ook de goeie zijn en de beste. En de beste van de jaren 80 zouden nu ook de beste geweest zijn. Alleen zouden wij anders getraind hebben. Ik zou niet dit bovenlichaam gehad hebben. Ik zou eruit gezien hebben als Goretzka. Yo, talks with motherfucking Charlie, talks with motherfucking Charlie. Vandaag heb ik een speciale guest voor de 90s babies. Voor een 90s baby die vroeger Belgisch voetbal keken, is als jij Gert Verheyen niet kent, I don't know what you was watching. Voor mij deze man, ik herinner me nog, 2002 dacht ik, Barcelona Brugge. Iniesta voor de eerste keer. Ik kan blijven gaan. Hij heeft in WK gespeeld met België, hij heeft EK gespeeld met België. Kapitein van Brugge geweest, hij heeft bij Anderlecht gespeeld. En tot vorige week dacht ik dat hij van Brugge was. Ik ben te weten gekomen dat deze meneer in Hoogstraten woont. Maar vandaag is hij ook een analist, voetbalanalist. Proximus. Leven sport. Leven, yes. Ah, ik kan nog zien. Kan... VRT. VRT, ik kan blijven gaan. Ik heb hem ook op Extra Time gezien. Een paar keer, meer dan een paar keren. Gert, je hebt een hele lange resume. CV, ik kan blijven gaan. Dus misschien als ik iets ben vergeten, kun je hem alsjeblieft toevoegen. Nee, je hebt niet veel vergeten. Nee, niet... Ik kan u wel iets vertellen over Iniesta. Okay. Die match, hè, shirtjes wisselen. Met al de grote mannen van Barcelona. Maar... Iniesta was een onbekende jonge gast die de eerste keer mee mocht spelen. En niemand wou zijn shirt. Dus iedereen wil met de bekende gasten wisselen, maar niet met zo'n jongen die voor de eerste keer mag meedoen en die dan misschien nooit meer mag meedoen. Andres Iniesta. Als je dat later beseft. En toen had hij nog haar. Ja. Zo die mooie haartje. Voilà. En inderdaad, Riquelme speelde toen daar, dacht ik, bij Barcelona. Ja, Saviola niet? Zou kunnen, maar Riquelme wel. Ja, Riquelme. En inderdaad. En je hebt die shirtje nog thuis liggen? Nee, ik heb geen één shirt meer. Niks. En wanneer heb je die weggegeven, die van Iniesta? Ik heb een deel heb ik verkocht. Er zijn Spanjaarden die dat daarin... veel investeren. Die dat op zoek gaan, inderdaad. En daar budgetten voor hebben om dat op te kopen van ex-spelers. Ik heb een heel deel verkocht. Okay. En de rest heb ik allemaal weggegeven. Ik heb thuis niks. Als je bij mij thuis komt, dan zie je niet dat ik geshot heb. Wow. Dan zie je niks. En geen Gert Verheyen. Dan zie je niks. Nee, niks meer. Niks. Mijn zus heeft nog thuis bij haar één hangen. Van mij, dat weet ik. Van Brugge of? Van Brugge. Oké. Wauw. Oké. Let's go. Je bent oorspronkelijk van Hoogstraat. Ja, afkomstig van Hoogstraat. Dat is provincie Antwerpen. Hoor. Dat is Antwerpen, natuurlijk. Oké. Ja, maar vroeg weggegaan, op mijn 18e. Als ik naar Anderlecht ben gegaan, daar op een kamertje gaan wonen. Dus naar Brussel gegaan, dan nog even terug naar huis gekomen en op en af beginnen rijden met een auto. Maar dat heeft niet zo lang geduurd. En dan ben ik naar Brugge gegaan en dan in Brugge gaan wonen. Heel mijn leven in Brugge blijven hangen. En nu sinds 3 jaar in het Gentse. U bent dus wel ik heb een, overal wat gezeten. U bent wel een ploeg vergeten, hè? Een ploeg? Ja, Hoogstraten, Liese. Hoogstraten, Liese. Natuurlijk, ja. Maar daar woonde ik nog thuis bij mama en papa. Zo. Dus je bent eigenlijk gewoon opgegroeid in Hoogstraat. En hoe is het eigenlijk Hoogstraat opgroeien? Dat is een dorp, hè. Dorp. Ja, nu is dat ook wat groter geworden als je nu terugkomt. Maar ja, ik spreek van eind jaren 80, hè. Allee, ja, ik ben geboren in 70, dus ik heb gewoond van 70 tot 88. Ja. Pas beseft in de jaren 80, als je in de jaren 80 opgroeide in Hoogstraten, dat was een dorpje van niks. Hè. Dat was niks. En op een duur was er één discotheek, de High Street. Voilà, een discotheek in Hoogstraten. Dat was heel wat, maar voor de rest was er niks. Nu, als je nu in Hoogstraten komt, is het groter geworden, is het drukker geworden, zoals alle dorpen in België. Nog niet. Het is nog altijd, het heeft wel de naam van stad te zijn. Maar ja, het is niet Antwerpen natuurlijk. Hè. Als je echt iets wil beleven, moet je toch naar Antwerpen. Hè? Natuurlijk, of andere. Als dat dan de enigste club is in Hoogstraten, de enigste uitgangsplek, is dat dan de plek waar dat dan mensen ook hun vrouw leren kennen? Vraag dan maar eens aan Frank Raas. oh,
Dat heb ik ook gelezen. Ja, maar dat is wel ondertussen spijtig genoeg mijn ex-vrouw geworden. Ja. Maar dat kon hij niet meer zeggen, want toen hij stopte met, toen dat ik stopte met shotten, was dat nog mijn vrouw, maar ondertussen is dat mijn ex-vrouw. Zeg maar, ja. Muziek, dat stond, ik heb dat moeten opzoeken. Ik ben de naam vergeten. Want er stond Frank Raas, een discotheek erbij, dacht ik, en een liedje. Maar dat, ik ben die liedje gaan opzoeken, dat is zo meer. Dat weet ik niet. En ik ga dat straks terugvinden. Mm. Maar Hoogstraten. Is Hoogstraten, dat is geen multicultureel dorp? Nee, natuurlijk niet. Dat is een klein dorpje. En wij gingen, ik ging ook in Hoogstraten naar school geweest, klein seminarie. En iedereen dat toen van het Antwerpse kwam op internaat, nou, dat waren de grote mannen. Hè. Dat waren de mannen kwamen van Antwerpen. Hè. En wij waren de boeren. Ja, zo was dat gewoon. Ja, en alles wat dat daar rondkwam, schoten, schilden en zo. Ja, dat waren de grote mannen bij ons in school. En wij waren de kleine boeren van Hoogstraat. En waarom ik dat ook vraag van die multiculturele plaats? Wanneer heb je dan voor de eerste keer een multiculturele omgeving meegemaakt? Multiculturele omgeving? Ik denk dat in voetbal zeker. In de voetbal, onder andere. En van de reizen. Veel gereisd. Heel veel in Afrika gezeten al. Alles onder de Evenaar, daar ben ik bijna overal geweest. Maar op een jonge leeftijd dan? Nee. Oh. Later leeftijd. Nee, als ik zou beginnen voetballen en centen verdienen, dan was onze reizen waren altijd vooral Afrika. Kenia, Tanzania, Namibië, Botswana, Congo. Zuid-Afrika, Congo ben ik geweest. Maar niet voor op reis, voor Damiaan-actie. Voor een goed doel. Okay. En daar geweest. Wanneer was u in Congo voor het laatst? Dat was eind jaren 90. Mutu was nog? Nee. Kabila was dat. Was ze niet meer. Was Kabila? Nee. Oké. Okay. Dat is mooi en triest tegelijk. Hè. Dat is de twee. Hè. Dat is uw mond die openvalt van de schoonheid en vijf minuten later zijn dan bleten van de miserie dat je ziet natuurlijk. Hè. Ja. Naar veel dingen gezien dat u toch markeert. Dat u toch dat je nooit van je leven niet meer vergeet eigenlijk. Ik ben in een ziekenhuis geweest waar de zwangere vrouwen opgesloten werden. Dus het ziekenhuis niet mochten verlaten, omdat zij waren bevallen, maar ze konden de rekening niet betalen. En ze konden pas weg als ze de rekening betaalden. Dus ze zaten daar met hun kindjes en ze schreeuwden in de gang naar ons van pak mijn kindje mee, dan kan ik hier weg. Snap je? Dat vergeet je nooit van je leven. Dat is jammer genoeg, de situatie. Maar dus, die sommige landen nog steeds meemaken tot de dag van vandaag. Ja. Ja. Ja, goed. Maar als jonge gast, wat waren de ambities van Gert? Niet echt shotter worden. Dat was eigenlijk niet zoiets van. Ik ging naar school. Ik was een goede student. Ik was een goede student. Ja. Ja, dat durf ik zeggen. Ja. Dus normaal was ik. Ging ik ook verder studeren. Maar ik ben aan mijn Lierse beginnen shotten. Op mijn 16e naar Lierse gegaan. En dat is allemaal heel snel gegaan. En ik stond daar heel rap op mijn 16e in die eerste ploeg. Jan Boskamp als trainer. En die dacht niet van, maar 16. Nee. Die dacht van, 16 jaar, groot en sterk, in de ploeg. En goed, dan is Anderlecht gekomen op mijn 18e. En dan moest ik kiezen, ofwel studeren, ofwel kon hij naar Anderlecht gaan als profvoetballer en nog studeren. Dat is gewoon moeilijk. Dus dan heb ik gekozen om het te proberen bij Anderlecht. Met het idee van, ik ga 2 jaar proberen. En als het niet lukt, kan ik nog terug gaan studeren. Maar dat studeren is er niet meer van gekomen. Niet meer van gekomen? Nee. Als je dan uiteindelijk profvoetballer kunt worden en kunt blijven, dan was dat snel voorbij. Maar eigenlijk heb je een jeugd gehad. Ik ben heel snel volwassen geworden. Omdat ik ben van mijn 16e eigenlijk elke dag aan het trainen geweest. Elke dag toen nog naar school gaan, dan direct gaan trainen. S'avonds nog huiswerk maken, weer naar school. Dus ik speelde in de eerste ploeg van Lierse vanaf mijn 16 jaar. Dus ik heb eigenlijk nooit niks gedaan wat mannen van 16, 17, 18 jaar wel konden op die leeftijd. Ik ging nooit uit, of heel zelden een keer weg. Ik moest altijd uitgerust zijn voor te kunnen trainen, voor te kunnen shotten natuurlijk. Ja. Als u dan vandaag terug kunt kijken, bijvoorbeeld, zou u het anders doen? Nee, nooit. Nee. Nee, omdat de voetbal mij alles gegeven heeft. Ja. En u hebt kinderen van? Ja, drie. Ik heb 3 grote jongens. Ja.
ze komen in dezelfde positie terecht. 16 jaar. Ja. Ja, als ouder zeg je altijd, je moet blijven studeren. Blijf studeren. Maar goed, ik heb wel mijn secundair afgemaakt natuurlijk. Dat is het minimum. Dat is het minimum. Maar goed, ja, mijn moeder had ook liever dat ik ging studeren. Maar ja, mijn papa was zelf voetballer geweest, dus ja, die had wel heel graag dat ik ging voetballen. Mr. Jan Vrij, trouwens. Dus ja, ik denk dat... maar het is nooit mijn droom geweest. Ik heb nooit gedroomd van een grote carrière of van alles is geleidelijk gekomen gewoon. En van het een kwam het ander. En, ja. Uw papa was een voetballer, dus opkomend had jij het wel goed. Ja, ja, tuurlijk. Geen ja. Struggles? Nee, nee, ik heb een gemakkelijke jeugd gehad, tuurlijk. Okay. Nee. Ben, en nee. Vind jij gemakkelijk, ja. Vind jij dat nodig is om goed te kunnen ontwikkelen? Daar zijn voorbeelden genoeg van mannen die het gemaakt hebben, een grote carrière hebben gemaakt, die dat vroeger niet goed hadden en moeilijk hadden. Is dat een voordeel? Nee, voordeel nooit. Nooit. Allee, je kunt niet zeggen dat het daardoor is dat ze het gemaakt hebben. Het zal hen wel hard gemaakt hebben, maar dat toch wel beter geweest als ze ook een goede jeugd hadden gehad. Dus ik ben... nee. Je ziet dat wel natuurlijk. Allee, veel Afrikaanse landen, Zuid-Amerikaanse landen... daar zijn heel veel gasten bij die dat vroeger inderdaad het heel moeilijk hebben gehad. Heeft dat hun karakter gevormd? Ongetwijfeld wel. Ik denk dat wel. Maar ze hadden misschien ook een hele goede voetballer geworden als ze gewoon een goede jeugd hadden gehad. Hè. Dus dat de reden is. En dat mogen we ook niet vergeten, voor elke jongen dat het maakt, zijn er heel veel die dat nog altijd niet maken. Dus, maar goed, ik denk dat je ook, als je een gemakkelijke of goede jeugd hebt gehad, ik vind ook niet dat je daarvoor moet schamen. Ik bedoel, het is gewoon zo. Je moet een beetje... dat is het geluk van waar dat je uiteindelijk geboren wordt, in welk nest dat je geboren wordt. Maar ik denk bijvoorbeeld van de mensen die, nogmaals, dat moet geen excuus zijn, dat mag geen reden zijn of wat dan ook, maar de mensen die het bijvoorbeeld niet goed hebben, zij komen misschien die sport van, deze is mijn enigste weg. Ja, dat is waar. En misschien daardoor dat zij... Maar harder werken, kan ik dat? Nee, ik denk dat toch is wie dat je zelf bent. Ik geloof meer in wie dat je echt bent als mens. Natuurlijk wordt je karakter beïnvloed door je omgeving. Dat is zeker waar. Maar het hangt nog veel meer af, denk ik, door wie dat je zelf bent. Natuurlijk moet je de kans hebben als je echt in een moeilijke situatie moet opgroeien. Iemand moet je op een bepaald moment wel de kans geven om daaruit te geraken, natuurlijk. Hè. Dat is voor sommigen, ze mogen nog zo hard werken of zo hard missen, ze gaan er nooit uit geraken. Omdat de maatschappij en het systeem gewoon zo in elkaar zit. Maar ja, ik denk dat het geen reden is om op te geven. Ik denk dat er voor iedereen wel een weg is. En de weg, er is nooit een ideale weg. Hè. Er zijn veel gevraagd van ja, wat moeten we doen om carrière te maken? Wat is de ideale weg? We moeten van heel kleins af aan al heel veel beginnen trainen. En zoals je nu ziet, in vele grote clubs, mannetjes van 10 jaar, elke dag trainen. Is dat nodig? Nee, dat is niet nodig. Ik bedoel, er is geen ideale weg. Maar je moet wel karakter hebben en een sterke wil om iets te bereiken. En je moet wel hard werken, natuurlijk. Maar er is geen weg dat je zegt van dit is nu de ideale weg en de enige weg. Er zijn heel veel manieren om iets te bereiken, denk ik, en om er te komen. Maar, en dat geef ik wel toe, op een bepaald moment is er altijd iemand die u zal moeten helpen of in u geloven. Er is altijd een trainer, in de voetbal is dat een trainer die in u gelooft, die dan zegt, ik wil met u werken. Johan Boskamp kwam bij ons thuis als ik 15 jaar was en die zei van ik wil dat je naar Lierse komt shotten. Ja, bedoel... Dat heeft eigenlijk alles bepaald. Inderdaad. Dat bepaalt alles. Heel de weg dat je daarna volgt, wordt bepaald door eigenlijk Jan Boskamp, die bij ons thuis komt en komt vragen of dat Gertje, die 15 jaar was, naar Lierse komt shotten. Ja. Maar komt dat niet door je papa dan bijvoorbeeld? Want kent hij, want stel je voor, ik ben dezelfde weg als u. Nee, want mijn papa stond op dat moment nog niet open... Om al te serieus, want de afspraak was dan met Boskamp dat ik maar 2 keer moest gaan trainen in de week,
omdat ik nog 2 jaar naar school moest gaan. En dat begon inderdaad met 2 keer. En 3 weken later was dat al 3 keer. En 2 maanden later was dat elke dag. Dus ja, dus mijn papa had ook wel liever dat het rustiger aanging. En dat het, maar natuurlijk de naam, en dat is wel waar. Je trekt meer aandacht als je vader al voetballer is geweest. Maar het is heel lang, als ik jong was, was dat voor mij meer een last, die naam, dan echt dat... Maar papa is een goede voetballer geweest. Omdat je altijd vergeleken wordt. En papa was een hele goeie. En dan, ja, hij is niet zo goed als zijn papa. Hè? Kennen, hè? Veel moeten horen natuurlijk. Ja. Of als je geselecteerd wordt voor een nationale jeugd of nationale provincieploeg, worden alleen maar geselecteerd omdat je papa ook voetballer is geweest. Ja, bedoel. Maar ja, op een bepaald moment zijn ze dat wel kwijt natuurlijk. Ja. Alleen, niet over uw situatie, maar zoals je zegt... Je kunt de beste voetballer zijn, maar als je niet de juiste connectie hebt, gaat je ook nergens kunnen gaan. Ja, wel, maar ze wordt altijd opgepikt. Hè, nu tegenwoordig wel. Jawel. En vroeger niet minder dan. Ik denk dat nu de scouting van alle ploegen is veel, veel uitgebreider. Als je nu worldwide een jongen zijn van 12 jaar die heel goed kan voetballen, iedereen kent u. Iedereen kent u al. Sociale media. Iedereen kent u. Al die ploegen zitten overal, over heel de wereld. Ze kennen dat er nu een jongen is in Paraguay van 12 jaar die heel goed kan voetballen. Alle grote clubs kennen hem al. Zo werkt dat tegenwoordig. Dus ja, dat was vroeger, maar was vroeger wel wat minder. Je moest al op een bepaald niveau zitten vooraleer dat er een keer scouts kwamen kijken. Maar nu wel. Maar natuurlijk, de afval. Ik ben zelf... De jongens die afvallen... Ik heb zelf 5 jaar nationale jeugdploeg getraind, hè, onder 19. Ja, we zijn allemaal jongens die heel goed konden voetballen. En dan zijn al 18 jaar. Hè, konden allemaal heel goed voetballen. Als je ziet wat er nu eigenlijk echt op het hoogste niveau voetbalt in België of in het buitenland, in een eerste ploeg en in een eerste klas. Ja, dat is nog altijd maar een heel klein stukje van al die jongens van 18 jaar die goed konden voetballen. Weet je? Dus ja, het is, de piramide is klein van boven. Dat is gewoon... Maar voetbal is wel iets en dat is bij andere sporten misschien minder. In andere sporten moet je echt bij de beste zijn. Het aantal atleten is kleiner. De beste tennisser, er zijn er minder in de wereld die daar professioneel daar hun geld mee kunnen verdienen. In de voetbal. Ongelooflijk veel voetballers over heel de wereld die hun kost verdienen met de shotten. Ik bedoel, en er is voor iedereen wel een niveau weggelegd, denk ik dan ook altijd. Ja. Zelfs in lagere reeksen kun je met een goede job en een beetje kun je toch wat extra geld bij verdienen. Wat hebt u met uw eerste pre gedaan? En trouwens, wanneer hebt u uw eerste profcontract getekend? In Lierse, dat was, ik ging dan naar school, kunnen we een profcontract noemen, dat was 2e klasse. Maar ik verdiende centen vanaf mijn 16. Mm-hmm. En wat doet u dan met uw pre? Niks. Op bank. Ja. Maar alleen vraag je vandaag de dag. Ja. Wat doet jij met die pre? Sommige mensen doen er van alles mee. Ja. En ik denk ook dat dat gewoon met de tijd van vandaag is en vroeger. Dat is waar. Misschien nog wat conservatiever vroeger. Zo, maar je eerste centjes gingen naar de bank. Ja. Dus je hebt er gewoon bank en dat zit. Oh ja, en dat zit. Ja, ik woonde thuis, ik had niks nodig ook. Je hebt niks nodig. En deze we hebben het over de jaren. Het was Belize, dat is... Ja, 88, 86, 88. Ja. Was er niks in de fashionwereld dat jij van dacht? Ik kwam van Hoogstraat, ik moest gewoon een jeansbroek en een t-shirt. Klopt. Ja, dat is zo. Ja. Maar voetballers, ik weet waarom dat je dat vraagt, maar nu voetballers vandaag de dag zijn eigenlijk een beetje popsterren. Hè? En dat komt van bovenaf. Hè? Er wordt enorm veel gekopieerd. Hè? De jongeren vandaag de dag kopiëren de grote sterren. Hè? Messi is daar geen goed voorbeeld van. Dat is nog anders. Maar als je kijkt naar Neymar, Ronaldo. Ja, everybody wants to look like Ronaldo. Ja. Ja. En heel de fashion en wat ze dragen, de sneakers, dat is allemaal. Zij bepalen heel hard hoe dat de jeugd zich graagt. Tattoos. Ja.
Waar komt dat vandaan? Tattoos in het voetbal. Komt van de toppers. Als de toppers... David Beckham, dat was zo het begonnen. David Beckham vol tattoos. Dus alle voetballers moesten een tattoo hebben. Ik ben nog net op de head gestopt om geen tattoo te hebben. En ik ben aan het denken, de Belgische, toen jij speelde, wie daar... Waar liep niemand rond met tattoos? Hè? Nee. Nee, ja, hier en daar wel een, maar dan nog bedekt op een plaats waar je het niet zag. Maar dat is wel wat je zegt, want zelfs de manier hoe Beckham de vrije trap trapte, wat ook iedereen doet. Iedereen doet het na, tuurlijk. Dat klopt. Tuurlijk. Dus, ja, maar dat was niet extreem. Alles wordt gekopieerd, maar dat is eigenlijk wel een goede trigger ook voor de jeugd. Hè. Nadoen, hè. Trucjes nadoen, manier van op de bal trappen, beginnen nadoen. Ja, dat zijn wel goede dingen natuurlijk. Maar goed, je hoeft geen... Je moet niet met een Bentley rijden, hè? Ja, ik bedoel. Ja, dat is nou. Allee, ja. Je moet geen voetballer willen worden met als doel van dan kan ik met een Bentley rijden. Dat is voor mij een verkeerd uitgangspunt om profvoetballer te willen worden. Het idee voor u van profvoetballer, ja, dan is geld is mijn doel. Nee, geld is niet uw doel. Nee, dat zou niet het doel mogen zijn. Het doel moet zijn van ik wil een goede voetballer worden en ik wil een topatleet worden. Dat is het doel. En geld komt dan wel automatisch. Ja. Ja, maar nu, van de dag van vandaag, is het moeilijk om die boodschap door te brengen. Want inderdaad, hangt er ook vanaf van de situatie waar je ook van komt. Ik heb bijvoorbeeld, mijn moeder is niet, mijn vader is er niet meer. En ik word voetballer. Ik denk automatisch aan geld, want ik wil... De mensen die ik nog voor moet zorgen, die moeten goed voor gezorgd worden. En sommigen hebben die mentaliteit. Maar sommigen hebben gewoon die mentaliteit van ik moet een dikke Bentley hebben. Ik moet maar dat is iets anders. Hè? Dus, nu praten over geld willen verdienen met de voetbal om voor je familie te kunnen zorgen. Dat is iets anders dan droom van mijn Bentley te rijden. Ja. Dat is dan... Ik zeg wat u ermee bedoelt. Maar dus 16 jaar... Centjes gaan direct naar de bank. Begert, geen probleem. U speelt dan bij Lierse, wat, 2 jaar of zo? 2 jaar. 2 jaar. Hoe komt Anderlecht dan bij Lierse terecht om Gert vrij te Ja, toen, maar ik kon toen naar KV Mechelen, ik kon naar Club Brugge. Ja. Ik heb gewoon de keuze gemaakt. En dan, was u dan een vrije speler? Of? Nee. Ze mij moet betalen. Ja. Transfersom. Ja, 40 miljoen Belgische frank. Dat is 1 miljoen. 1 miljoen euro. Van Lierse naar Anderlecht? Ja. En hoe werkt dat? Veel, hè. Dat was 88, hè. Toen was dat veel geld. Hè? Toen kost brood misschien 20 frank, toen was dat veel geld. En hoe werkt dat, zo'n transfer? Want ik ben niet volledig mee. Die betalen 40 miljoen Belgische frank. Dat gaat volledig naar de ploeg? Tuurlijk, of nee. Ja, tuurlijk. De speler krijgt... En dat was nog in de tijd. Nu kun je als speler, als je einde contract zei, ja, dan kun je onderhandelen, want dan kun je gratis weg. Maar in de tijd, zelfs einde contract, je bleef eigendom van de club waar je voor speelde. Dus ja, ik had daar niks met te zien. Ook de makelaars waren toen nog niet zo gangbaar als nu. Dat werd onder de clubs geregeld. Ja. Was je dan een free agent? Allee, als je aan contract was, dan was je toch... Nee, dat waren niet vrij. Toen was dat niet. Dus maar sinds het Bosman-arrest. En het Bosman-arrest is van, wat jaar? 95. Ja, dat is, hij heeft ervoor gezorgd. Ja, Bosman was een voetballer. En hij heeft ervoor gezorgd. Wat is zijn naam? Hij is naar Bosman. Arrest. Dus hij is naar de rechtbank gestapt om dat systeem aan te klagen. En hij heeft gelijk gekregen. Dus sinds toen is dat veranderd. En sinds dan is een speler die einde contract is ook een vrije speler. Bosman-arrest, dat is een Belg. Ja, dat is een Belg. En dus hij heeft ervoor gezorgd dat... Dat alles verandert in het voetbal. En het grote geld is vanaf toen begonnen. En vanaf toen hebben de spelers ook meer macht gekregen. Als nu een speler zegt, ik wil weg, dan is die weg. Nee. De macht zit bij de spelers en de makelaars. Vroeger, voor het Bosman-arrest, zat de macht bij de clubs. Clubs waren eigendom... gewaard eigendom van de club. Dus je had niks te vertellen. Ja. Maar dus jij komt bij Anderlecht terecht. En wat vond jij van je ervaring bij Anderlecht zelf? Dat was moeilijk, hè. Ik heb afgezien om te beginnen al. Ik kon nog niet met een auto rijden, ik had geen rijbewijs. Dus ik moest op een kamertje. En ik kwam uit een warme familie. In een klein dorpje, Hoogstraten natuurlijk. En dan moest ik ineens in Brussel op een kamer...
gaan. Ik heb daar 6 maanden op een kamer gezeten, nog met andere jeugdspelers, met Zetterberg onder andere. Oké, par. Die zat daar ook, ja. Okay. En goed, dat was dan een Zweedse jongere dat ze hadden gekocht. Dus en wij zaten, en dan Preko, nog een paar Afrikaanse jongens. Preko en Azare, dat waren toen de Afrikaanse jongeren dat ze gekocht hadden. Ghanese waren dat, denk ik. Azare heeft hij een zoon die nu speelt? Ja? Heeft hij een zoon die nu speelt, Azare? Dat weet ik niet, dat durf ik niet zeggen. Die naam zegt ja, maar. Denk het niet. Ik weet niet, denk niet dat dezelfde. Oké. Goed, en we zaten samen in een klein huisje met 4 of 5 kamers. Maar dat was voor mij... Ja, nee, het was alleen maar trainen, eten en slapen en op dat kamertje zitten in Brussel. Ja, dat was niet goed. Ja, mentaal was ambetant. Ik was er niet gewend om veel alleen te zijn. En dan de voetbal was voor mij... Op training was dat wel goed. Maar goed, supporters moesten al van mijn stijl niet veel weten. Ik was ook te jong, ik was niet goed genoeg op dat moment. Maar in de groep was dat wel goed. Hè? In de week, als ik op training en in de kleedkamer met die andere spelers, was dat eigenlijk wel goed. Was dat wel plezant. Er waren vier toffe jaren. En 4 jaren waar ik veel geleerd heb. Hè? Door te trainen bij andere goede spelers. Door Jean Dox en Martijn Lippes, die mijn trainers waren, die veel met mij gewerkt hebben. Dus daar, ik heb daar op 4 jaar tijd eigenlijk ingehaald wat ik niet gehad had als jeugdspeler. Ik trainde bij Hoogstraten 1 uurtje in de week. De woensdagnamiddag, ja, tot mijn 16 jaar, 1 uurtje de woensdagnamiddag. En de zondagochtend om 9:30 een matchje. That's it. Tot mijn 16e. Dus dat is eigenlijk dat is niks. Dus ik heb in die 4 jaar alles. Heel veel ingehaald. Ja. Maar voor, nu je zegt dat je hebt alles ingehaald in die 4 jaar, maar op het moment zelf... Dat... Nee, dat is moeilijk. Hè. Nee, dat zijn traantjes. Hè. Dat is, En met welke grootte? Veel geweend. Heb je met Mark de Grijze gespeeld toen? Ja, natuurlijk. Ja, en was hij, qua naam, was hij de grootste speler? Dus op dat moment was hij de beste. Mark was... Ja. Maar goed, er waren er nog goeie, hè, namelijk. George Groen. Groen. Andersen, Goedjonsson. De vader. Bosman, Johnny Bosman. Luc Nillis. Luis Oliveira. Luis Oliveira. Met alle respect naar Mark de Grijze, maar Luc Nillis is... Ja, Luc is top. Hè. Ronaldo zegt dat hij een van de beste spelers is. Dat zo waar. Ik kan op een bal trappen. Ja. Dat is ongezien. Ja. En... Stop. Dus dat waren gewoon heel veel goede shots. Ja. En niemand heeft u zo onder de vleugel genomen? Ja, wel. Ik had in de kleedkamer heel goed contact. Ja. Bij Nederland, bij Adrie van Tichelen. En Graeme Rutjes, Nederlands, Flip de Wilde, zeer goed voor ons. Maar goed, toen, en dan, met de Mos als trainer ook, als jonge gasten, dat was niet gemakkelijk. We hadden het altijd gedaan. Hè. Altijd afgeven op de jonge gasten. En wat hij altijd probeerde als trainer, dat was de jonge gasten opnaaien, opzetten tegen de vedetten. Hè? Om die vedetten tegen hun poot te stampen en zo. Dat, zo hevig coachend, dat wij daar vol in vlogen als jonge gasten. Dat was zijn tactiek. Tactiek. Ja. Dus heb jij Europees gespeeld met Anderlecht? Ja. Champions League? Zelfs, of Europa 1? Nee, dat bestond toen nog niet. Hè. Europa Cup 1? Europa Cup 2. Finale van Europa Cup 2 tegen Sampdoria zat ik op de bank. Daar was ik bij in Göteborg. Ja. Ik was daarbij, maar ik heb niet gespeeld. En Anderlecht heeft de finale verloren. En dan verloren, 2-0. Vialli. Gianluca Vialli en Mancini. Jij lijkt op hem trouwens. Mancini en Vialli. Vialli, toen hij kaal was. We waren dus 4 moeilijke jaren bij Anderlecht, maar dat heeft u uiteindelijk wel voorbereid om... Maar ja, moeilijk. Moeilijk niet in de zin. Moest je dat vertellen tegen iemand die het echt moeilijk heeft gehad, zou je zeggen, we zouden mij lachen. Maar voor mij was dat een stap. Een stap die voor mij te vroeg kwam. Ik was te jong om op dat niveau echt goed te presteren. Maar ik heb wel een paar goede, betere momenten gehad. Maar goed, het is onbegonnen strijd. Tegen. Als de supporters van thuisploeg u niet moeten hebben als speler, dat is een strijd dat je nooit kunt winnen. Dus ik moest daar weg op een gegeven moment. Ik moest weg. Waarom niet eigenlijk? Waarom mochten ze je niet? Ja, stijl van een speler. Ja, ik was een werker, hè. Ja, maar... Ik was geen technieker, hè. En die andere van Anderlecht wel? Dat werd toen... Tuurlijk. Maar dat was de stijl van het huis. De stijl van het huis was techniek en
technisch heel goede spelers. En op dat gebied paste ik daar, daar niet. Dus, Werden je spelers ook verhuurd toen? Ja, dat gebeurde. Ja. En nooit aan gedacht om verhuurd te worden? Nee. Ik had liever. Nee, dat was ook, er was toch geen weg terug ook niet. Ik zou ook niet 1 jaar of 2 jaar later dat het dan wel zou zijn goed gekomen. Hè. Dat was gewoon not a good match. Ja. Ja. Trouwens, wat vind jij van hoe ze spelers kunnen verhuren? Vind jij dat dat voordelig is voor een speler? Of? Ik denk dat voor sommige spelers misschien een keer goed is, maar in veel gevallen loopt dat slecht af. Slecht af, ja. Als je naar Lukaku kijkt, hij is een paar keer verhuurd geweest. Maar ja. Maar ook, ik denk misschien een aantal. Ja, van Chelsea naar Everton, dat was huur. Hè. Ook naar West Brom. Ja, dat is juist. Kevin De Bruyne niet vergeten, werd er Bremen. Ja, zijn er een paar. Maar ik denk misschien, je kunt die tellen, degene dat wel lukt. Maar ja, dat is in het geval van die, dat zijn al grote spelers als ze naar daar gaan. Ja. En die grote clubs zoals Chelsea, die koopt die gewoon. En omdat ze weten, binnen 2-3 jaar zijn die wel voor ons. Ja. Ja. Dat is al op voorhand zeggen van we gaan ze al halen, dan heeft niemand anders om ze te hebben, denk ik. Ja, dat is waar. Dus. Volgens uw eigen woorden was u nog niet goed genoeg vrijgelegd. Nee, ik vond dat zelf ook. Ik vond dat zelf ook. In 92 was ik trouwens 2 jaar, dus ik heb die wedstrijd niet kunnen zien. Ik heb die wedstrijd niet kunnen zien, Gert. Ik kan die niet beoordelen. Dus ik ga gewoon met uw woorden. Maar daarom vind jij mij een goeie, omdat jij dat niet gezien hebt. Nee, ik vind je een goeie, omdat de moment dat we nu over gaan spreken trouwens. Brugge, ik ben van Antwerpen. Mm. Er is blijkbaar een soort van rivaliteit tussen Brugge en Antwerpen. Dat heeft altijd wel bestaan, maar ik heb een indruk dat het nu... Minder? Nee, erger is. Nog erger is? Ja, ik denk dat. Ja. Ik denk dat de rivaliteit opgeklopt wordt. Maar voor wat eigenlijk? Ja, voor wat, ja. Maar het hoort ergens ook wel bij het voetbal, of niet? Ja maar bedoel, Milan, Inter, AC. Ik weet maar, ja. Dat is België, het is scheetgroot. Dus dat is ook waar. Ik heb dat nooit gesnapt, waarom Brugge en Antwerpen. Nee, meer Brugge en Anderlecht. Dan kun je verder gaan en ook zeggen van, snap de rivaliteit tussen voetbalsupporters? Snap, is dat te begrijpen? Wel tot een bepaald niveau. Ja, want jij bent supporter van A en ik ben supporter van B. Dus... Ja. Maar niet dat we elkaar vuisten. Voilà. Ja, dat wel. Dan is het de rivaliteit moet ergens. Ik vind dat kan geestig zijn. Dat kan humor, veel humor bevatten. Supporters, humor. Maar op een bepaald moment moet het wel stoppen. Er moet ergens wel een grens zijn. Ja. Het is niet met stien naar de bus gooien. Of vlaggen in brand steken of weet ik veel wat. Daar hoort dat niet bij. Hè. Ja. Alles wat te maken heeft met agressie hoort er niet bij. Niet bij, inderdaad. Nee. Helemaal niet. Want, zoals je zegt, geestig, fun, allemaal goed en wel, maar zodra jij stenen... Tuurlijk. Mark Batra, die bij Dortmund in Barça heeft gespeeld, heeft, ik denk, een steen gekregen tegen zijn gezicht of zoiets. Bij Bartra. Ja, dat zijn dingen die helemaal niet maar, nodig zijn. Nee, natuurlijk niet. Maar ik moet wel zeggen, Antwerpse humor, hun supportersmidden, dat is wel... En ik kon daar zelf ook wel mee lachen. Hè? Maar dat was niet ergens. Ik ben ooit in Antwerpen. Ik kwam buiten... Er was nog weinig volk op de tribunes, hè. Er waren een paar mensen zo. En dan kun je buiten om te zien hoe het veld erbij lag. Mm-hmm. Toen komen met de bus, kleedkamer, zak wegzetten. Buiten gaan op het veld om te zien hoe het veld was. En misschien 20 of 30 mensen in het stadion. En die van die supporters riep: hey, vraag je, moet ik die kuur niet gaan melken, jongen? Ja, dit is humor. Dat mag nog. Dat mag. Ik vind dat is supporters humor. Ja, inderdaad. Beerschot ook, goede humor. Ja. Dat is goede humor. Maar ja, inderdaad. Maar niet op mekaars gezicht slaan is daar niet bij. Hè? Racisme Sorry. Ook is... Ah nee, helemaal niet. Ik denk dat het heeft altijd bestaan. Het krijgt nu aandacht en het wordt nu niet meer geaccepteerd. Maar het heeft altijd bestaan. Ja. En, want ik heb toevallig iets met Lukaku gezien. Ik denk dat hij in Sampdoria... Nee, niet Sampdoria. Een van die Cagliari, dacht ik. Mm-hmm. Ja. En
die supporter zei, ja, dat is gewoon een soort van humor. Dat is zo, Nee, dat is geen humor. Nee, dat is geen humor. Maar dat moet, het enige wat je kunt doen, en Balotelli heeft dat eens gedaan, eraf stappen, maar het enige wat je daar tegen kunt doen, is met heel de ploeg van het veld stappen. Gedaan. Met Sean. En jij vindt dat een goede beslissing? Dat zou een goede beslissing zijn. Ja. En ik zou ook, moest mijn ploegmaat, moest dat gebeuren met een ploegmaat van mij, dan ga ik samen met hem van het veld. Dan is het gedaan met Sean. Ja. Ik denk vroeger zou dit meer gebeuren. Vandaag zijn ze misschien meer bang, ik weet het niet. Allee, Balotelli heeft dat gedaan, maar iedereen bleef daar staan. Ja, nee, dat moet meegaan. Hè. Dat moet heel de ploeg moet meedoen en iedereen moet daarachter staan. En al die, hoe moet ik dat zeggen, van de FIFA en van de UEFA, die campagnes dat ze voeren, dat is allemaal heel goed. Maar het sterkste signaal komt altijd van een atleet zelf, hè? Van de voetballer zelf. Ja, ja, klopt. Klopt. Ja. Want, ja, en van iedereen, hè. Allee, dan moeten alle blanken moeten ook mee van het veld stappen. Hè? Ja, maar die, zo maak je eigenlijk een statement. Samen, ja, tuurlijk. Dat is de enige manier om dat... Maar ja, oplossen, het is ergens ook wel, ja, op veel plaatsen een afspiegeling van de maatschappij, hè, voetbal. Hè? Ja, sorry. Ja. Ja, dat is inderdaad... En dat is heel erg, maar het is wel zo. En, maar de voetbal mag geen vrijgeleide zijn. Er zijn veel dingen die op een voetbalveld of rond een voetbalveld mogen. Het heeft heel lang geduurd, misschien nu iets minder. Daar mocht heel veel, wat eigenlijk op straat niet mocht. Hè. Alles wat niet mocht op straat, mocht daar wel. Dat mocht wel rond het voetbalveld. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Hè. Dus dat is ergens... Zo creëert je ook al je problemen en zo. Ja. Wel. Maar we gaan niet... Ja. Het zijn maatschappelijke problemen ook. Hè. Het is niet, Barcelona niet en Real Madrid bijvoorbeeld, die hebben ook een rivaliteit. Maar alleen, tenzij dat over mijn hoofd is gegaan, maar ik heb nooit gehoord van de supporters van Barcelona gaan vechten tegen de supporters van Real Madrid. Ik moet zeggen, ik heb het in Spanje, want ik ben Spanje, kom veel Champions League en zo. In Spanje ook wel veel matchen gedaan. Spanje hebben dat nooit echt gemerkt. Ze zijn echt, nooit echt bezig gemerkt. Met voetbal. Ja. Oké, die kunnen misschien elkaar uit. Maar ja, het zijn altijd dezelfde. In Italië zijn er een paar plaatsen waar het altijd zo is en waar het altijd zo, ja, denk ik dan, maar zal blijven. Ja, bedoel. Maar ja. Partizan Belgrado heeft de gekste. Ook. Ik denk dat zij de gekste. Misschien gaat het zelf in het badje. We kunnen blijven gaan, maar laten we terug naar Brugge keren. Trouwens, bij Brugge heb je eigenlijk... Dat is gewoon... De beste momenten in je carrière. Ja. Vier keer kampioen? Ja, met Brugge vier keer. Vier keer kampioen? Trouwens, ik heb hier al gezegd. Vier keer kampioen, ja. Vier keer kampioen, vier keer de beker van België. Mm-hmm. Zes keer topschutter van Brugge geweest. Mm-hmm. Nog steeds topschutter Europees van Brugge. Alle tijden. En dat gaat ook zo blijven, denk ik. Maar ik vond dat wel een beetje, wat eigenlijk is de Lotte Lambert. Allee. Ja, Lotten is... I don't know. Als je dat intikt, kwam je op... Ja, I know. Lotten, voor mij is dat... Enfin, Lotten heeft gewoon, was een veel betere spits dan ik. En zou meer goals gemaakt hebben dan ik. Europees ook moest hij evenveel wedstrijden hebben gespeeld. Ja, weet je? En dat is nu ook. Er worden gewoon ook veel meer... Al die records worden gebroken, omdat er meer matchen gespeeld. Maar hij heeft dat niet gedaan. Nee, dat dus jij bent degene. Nee, maar Lotten is de Club Brugge is Raoul Lambert. Is. Maar ik ken, maar die kennen niet. Jan Kullemans. Ja, ik weet. Zie je hoe jong ik nog ben? Ja. Ik probeer daar te geraken. Ja. Maar vier keer België, zes keer topschutter van Brugge. Maar er is één persoon die de beker van Brugge, de beker van België drie keer aan elkaar heeft kunnen winnen. Dat is de enigste speler in België. Mm-hmm. De beker van, niet de kampioenschap, maar zo de Copa de la Rey van België. Ja. Drie keer aan elkaar heeft kunnen winnen. Dat is een quiz dat ik heb. Ja. Weet je wie dat is? Mijn papa. Oké. Oké. Ik dacht, misschien ben je dat vergeten. Sharon is de Jan. Nee, maar inderdaad, ik heb dat toevallig gelezen. En dat eigenlijk de enige speler. Mm-hmm. Hoe goed is je papa geweest eigenlijk? Dat is goed, zeer goed. Hij gaf een corner, hè. De buitenkant voet. Dat zie je niet meer. Hè. Dus hij trapte de corner. Hij was een rechtse voet. Oh, buitenkant voet? Rechts buitenkant. Dus indraaiend. Wow. Indraaiend. Hup. Dat is naar rechts en buitenkant. Maar hard, hè. Echt een harde bal. Rechts buitenkant voet. Pst. En dat is niet gemakkelijk, want die cornervlag staat dan in de weg. Hè. Je hebt die cornervlag, dus je moet zien dat je die cornervlag niet aan ver staat. Maar goed, ik was ook nog heel jong natuurlijk. Ik heb hem alleen nog... Ik heb een kleine beetje een idee van het laatste dat hij bij Union gespeeld heeft. En dan in Hoogstraten, waar dat hij gestopt is met shotten. Dat weet ik nog een klein beetje. Maar ja, ik heb dat bij Anderlecht en Beerschot ook alleen maar gezien op beelden. Hè. Beelden. En hij heeft ook een keer een EK of WK meegedaan, dacht ik?
Ja, in 70, met Mexico. Dan ben ik geboren, ja. Oh, zou dat toeval geweest zijn? Ja, ze moesten winnen, dat was dan al beter. Oké. 70, dus je hebt hem eigenlijk niet voor België zien spelen. Nee, nooit. Nee, ons doel was altijd in Hoogstraten om nog samen. Hij heeft dan gestopt in Hoogstraten. En ons doel was altijd om nog één match in Hoogstraten samen te spelen. Maar dan moest ik wachten tot ik 16 was. Maar ik ben naar Lierse gegaan dan, net voor ik 16 jaar werd. Dus die kans hebben we niet gehad. Dus je moest 16 zijn om in de eerste ploeg te spelen. Hè. Nu is dat nog steeds. Ja, ik denk dat nu nog is. Ja. Maar dat is niet gelukt, omdat ik dan naar Lierse ben gegaan. Oké. Maar in Brugge. Komt terecht in Brugge, direct basisplaats? Ja, ze hadden nog wel andere spitsen. Amokachi, onder andere. Trouwens, dat is gek, dat is mijn volgende vraag. Dat is echt mijn volgende vraag. Maar... Wauw, dat is gek. Dus ja, dat was wel concurrentie natuurlijk. Maar ik heb al direct dat eerste jaar, misschien niet alle matchen, maar toch al heel veel matchen gespeeld. Welke positie speel je dan? Spits of rechtsbuiten. Rechts middenveld, want we speelden meer 4-4-2 met Hugo Broos. Dus of rechter middenvelder of diep in de spits. Hugo Broos was uw trainer, uw eerste jaar bij Brugge. Oké. Vijf jaar lang. Dus u komt terecht bij Brugge, de spits is Amokachi. Rechts bent u dan. Ja. Of samen met Daniel in de spits. Samen. Ook. Hij heeft trouwens jullie eerste hoge score in de Champions League. Allereerste goal in de Champions League. Okay. Ja. Dat noemde toen nog niet Champions League. Wel toch? Nee. Welk jaar? Dat is 92? Nee, dat was de eerste keer, maar de naam Champions League was nog niet uitgevonden. Dat is in 93. Dat is de eerste keer dat ze probeerden zo in pools te werken. Ja. Dus de eerste keer dat het systeem zo was, maar het noemde nog niet Champions League, denk ik. Ja, want PSG heeft blijkbaar een finale van Europa. Ik heb in 95-96 gespeeld. Dat is nog... Maar anyway, wacht. 92 Brugge, de Champions League. Mokatje scoort de eerste. Oh, goed en wel. Uw eerste jaar bij Brugge, wat vond u er zelf van? Dat was goed al. Maar het heeft wel een jaar geduurd eer dat de supporters van Club Brugge mij niet meer zagen als een ex-speler van Anderlecht. Dat is nog het moeilijkste geweest. Niet mij als speler, maar wel... Ik kwam van Anderlecht. En dat heeft een seizoen geduurd. Tweede jaar was het eigenlijk weg. Voor de mensen die dit gaan zien... ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar ik denk in die tijd... Als je van Anderlecht naar Brugge of andersom... Dat is zoals Barcelona naar Real gaan. Ja? Ja, het zijn twee zijn grotere clubs. Ja, dat weet ik wel. Maar allee, om een idee te geven... Dat was echt zo... Was, jawel, ja. En dat gebeurde niet zo vaak. Hè. De grijze was omgekeerd gegaan, hè, van Brugge naar Anderlecht. Maar in die tijd, dat gebeurde niet zo vaak. Hè. En moest dat wel gebeuren? Allee, uw eerste jaar, werd jij uitgeboekt? Als ik niet goed speelde, wel. Als ik niet goed speelde, was ik weer de ex-speler van Anderlecht. Als ik goed speelde, was het dan. Dat is supporters zijn, hè? Ja, natuurlijk. Okay. En dus eerste jaar, speel je kampioen die jaar? Nee. Nee, dat heeft 3 jaar geduurd, denk ik, eerste keer kampioen in Brugge. Maar Anderlecht was toen top. Hè. En KV Mechelen was ook nog goed toen. Bij Preud'homme? Die speelden ook. Je hebt finale gespeeld van... Ja, tuurlijk. Hugo Broos. En wanneer wordt Brugge dan die ploeg, dus 3 jaar later? Met Broos, ik weet nog niet wat jaar dat was. Ik denk mijn derde jaar bij Brugge, denk ik. Of het vierde misschien zelfs wel. Ik weet het niet meer, En hoe lang heb je dan met Amokachi gespeeld? 1 jaar. Maar... 1 jaar, dus hij is eigenlijk nooit kampioen. Ja, maar hij daarvoor al, hè, denk ik. Hè. Is Amokachi kampioen geworden met Club Brugge? Durf ik niet zeggen. Daarvoor misschien. En vertrokken van Brugge om naar een grotere ploeg te... Ja, maar dan waren ze toen gegaan, Amokachi, dat weet ik zelfs niet. Zoek in de zin. Brugge. Wiki. Naar Everton gegaan. Serieus, van Brugge? Oké. Okay. Met welke grote spelers nog? Amokachi is een Afrikaanse icoon, trouwens. Tuurlijk, dat is big man. Hè? Dat is een big man, shit talker. Maar de beste, een van de beste, Fadiga Kalilu. Oh, hij speelde toen al met u? Wel, toen nog niet, hè. Dat is gekomen daarna. Okay. Met Gerrit is hij gekomen. Toen Gerrit trainer werd, na Broos. Is Kalilu gekomen. Dat is rond die periode dat ik voetbal begon te kijken. Dus, ergens 97, 96, 97. Dat is rond die periode. Dat, ja, oké. Okay. En dat is de beste.
Galilio. En dan mannen, Frankie van der Elst. Ja. Of ja, nu maar Sandy Martens. Vermand, trouwens. Vermand. Ja. Dat was mijn lievelingsspeler. Waarom? Want hij, ja, ik zweer het, toen ik jong was. Oké, Gert, jij was mijn lieveling, maar hij was het tweede. Maar nee, weet je wat het was met Vermand? Hij had zo die stijl. Hij had zo die witte sokken. Zo, witte dingen zo'n zijn dinges. Mm-hmm. En hij had zo, ja, inderdaad. En hij had die Adidas, dat is dan droog. Ja. En elke keer bij stadium, ik zocht altijd Vermand nummer 14, als ik me niet vergis. Klopt. Maar dus je gaat voor de show eigenlijk. Je viel voor de show. Ja, hé, maar jij scoorde ook. Dus ik ging voor de show en voor de stijl. En ik kwam hier voetballen bij Sint-Enneke en ik moest dat ook doen. Zo die sok, die witte ding. Kopieer, hè? Wat kopieer, inderdaad. Sven Vermand. Maar, ja. Dus ja, en in die tijd... dat je nog kopieert van Beckham tot daar aan toe, maar kopieer van Sven Vermand. Ja, Sven. Ik heb ja, gekopieerd. Inderdaad, maar Brugge was zo populair. Ik ben jonge gast. Het was Anderlecht of Brugge. Mm-hmm. Maar we hadden nooit, we hebben altijd een goede ploeg gehad, maar ik zeg, een echte vedette zo. Echt een... Eigenlijk bestond dat niet in Brugge. De kracht van Brugge was het team, was de ploeg. Nooit echt de echte grote... Maar dat was jij. Grote verdette, nee. Maar oké, jij misschien kijkt niet zo naar je eigen... Nee, zo zeg ik maar mezelf. Maar ik denk... Ik heb op Instagram gezet, Gert Verheyen komt naar Talks with Charlie. En ik heb reacties gekregen natuurlijk van de oudere generatie, maar de jongere generatie... Ja. Amani bijvoorbeeld. Mm. Amani, hoe oud ben je? 18. In 2006 bent u gestopt met voetbal. Ja. Dat is 14 jaar geleden. Je hebt maar even gezien nog. Misschien niet. Toen ik al oud was. Maar je kent de naam Gert Verheyen. Of van als analist, ja, van tv. Maar dat is een. In die tijd vond ik voor mij was Gert Verheyen en jullie keeper. Danny Verlinden. Danny Verlinden was ook een grote naam. Ja, hij heeft de FC kampioenen meegedaan, dacht ik. Ja. Ja. Zo heb ik hem ook leren kennen. Ja, dus Brugge had wel Fadiga. Mm. De Vlaanderen. Maar echt de vedette, vedette niet. Nooit niet. Oké, wie zal de vedette zijn van Anderlecht in 97? Zettenberg? Ja, zeker. Ja, toen. Okay. Dus jullie hadden geen Zetterberg qua statuut? Nee, we hebben wel. Alleen Stojka is nog van Anderlecht naar Brugge gegaan. Ja, Stojka. Maar ja, dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt in Brugge, dat is ook zo. Ja. Maar waar je Anderlecht? Dus dat moet passen ook, dat moet matchen. En dat was geen goede match. Oké. Okay. Ja. Nee, maar we hebben natuurlijk wel. Allee, Mario Stanic. Als je zei, maar goed, vedette. Ja. Die mannen die bleven niet lang genoeg om daar echt vedette te worden. Want als ze goed waren en ze maakten twee seizoenen op rij heel veel goals, zoals Stanic. Maar dat was een fantastische spits. Ja, hè? Ja. Een goede carrière gemaakt. Specher, zijn mannen zijn goede spitsen. Hè? Maar ja, dat bleef allemaal niet lang. Hè? Dat was één, twee jaar en hup, dat was weg. Hè? Ja. Andres Mendoza. Andres, ja, dat is waar. Ja. Dat was wel een vedette. Dat is een vedette, ja. Maar in een andere zin. In die periode was hij wel een vedette. Ja, die was zeer goed ook. En ook iemand die zoals Sven Vermand kopieerde ook. Dat was speciaal. Ja, maar hij keek zelf al. Andres was iemand die dat naar de echte toppers keek. En dan ook zijn gedrag. Hij gedroeg zich, ja, omdat hij dat zag van de echte toppers op het hoogste niveau. Maar daarna is hij weg. Het is niet... Nee, maar ja, niet... Andres was een beetje zot, hè. Het is niet... Ja. Waar is hij gegaan, na Brugge? Dat weet ik niet. Ja, weet je dat? Waar is hij gegaan? Naar Spanje ergens? Ergens in Spanje? Ja, als ik aan Andres Mendoza denk, dan denk ik aan Carlos Bacca. Ja. Ook zo'n... Mm. Ik ga even checken. Maar Andres Mendoza was in, trouwens, Europees... Jullie beste jaar is 2003, hè? Ja, met sorry dan. Goal van Andres. 1-0. Jullie gaan ook door naar de volgende ronde? Toch? Nee, ja, volgende ronde wel, maar niet. We zijn geflikt door Celta de Vigo toen. Hè. Omdat zij moesten de laatste wedstrijd spelen, maar de tegenstander moest geen punten meer hebben en ze hebben Celta laten winnen. Anders waren we voor Celta en dan hadden we doorgegaan. Maar nu gingen we dan naar de Europa League. Trouwens, Andres Mendoza is naar Oekraïne gegaan. Ah. Metaller Donetsk. Oh ja, voor het geld. Ja. Wat gaan we daar doen? En Donetsk. Daarna Marseille. Marseille ook maar een jaartje. En daarna Dynamo Moskou. En daarna is het inderdaad niet meer. Hij speelt nu nog. Ja? Wauw. Maar in Peru dan waarschijnlijk. Maar hij was niet. Allee, als je dat vergelijkt,
Dat is een speler die je kunt vergelijken met Fadiga, maar Fadiga was tien keer beter. Fadiga is een leider. Maar Fadiga ook bij Brugge is zijn beste momenten. Daarna is hij naar Auxerre gegaan of zoiets. Maar van die ploegen. En Inter, hè? En dan problemen met zijn hart gekregen. Ja, dat wist ik wel. Maar zijn beste momenten herinner mij nog dat hij bij Brugge was. In het hedendaagse voetbal, waar zitten wij van Gert Verheyen? Dat is moeilijk, omdat ik vind dat moeilijk. Omdat alles evolueert zo snel. Je kunt generaties niet vergelijken. Het enige wat je wel weet, en daar ben ik van overtuigd, de goeie van de jaren 60 zouden nu ook de goeie zijn en de beste. En de beste van de jaren 80 zouden nu ook de beste geweest zijn. Alleen zouden wij anders getraind hebben. Ik zou niet dit bovenlichaam gehad hebben. Ik zou eruit gezien hebben als Goretzka. Nu. Oef, ja. Ja. Wow. Ik heb dat gezien. Ik word al hoog ineens, joh. Wow. Ja. De voetballer van vandaag is een atleet geworden. Atleet en wij waren voetballers. We waren voetballers en we waren goed in conditie. Dat wij konden lopen, dat was allemaal geen probleem. Maar we waren niet aan de dag bezig met dat bovenlichaam. Hè. Nu, die mannen. Allee, die trainen, echt. Lukaku, Company, is allemaal bovenlichaam ook. Hè. Bij ons. We waren niet meer als bovenlichaam bezig. Hè. Waar en wanneer is dat veranderd, denk je? Ja. Zo, begin de jaren 2000 begon dat stilletjes aan. Ik heb als de laatste jaren dat ik gespeeld heb, begon dat stilletjes aan op te komen. Ook om spelers langer op de club te houden. En wij kwamen voormiddags trainen. En s'namiddags, we aten nog op de club en we waren naar huis. Hè. En s'namiddags lagen we in de zetel thuis. Hè. Of gingen we shoppen met madame. Ja, bedoel, dat was gewoon zo. Goretzka is daar uit. Maar nu houden ze... nu die spelers zijn de hele dag, of toch veel meer, op de club. En werken de hele dag. Één of twee keer in de week, twee keer per dag. Eén of twee. Maar alleen maar voetbaltraining, weet je. Geen krachttraining. Ja, één keer in de week gingen we naar de powerzaal een beetje. Maar ja, dat was eigenlijk voor te lachen. Dat was een beetje... Ja? Hoe zeg je het? Tactisch, jawel. Nee, daar, op dat gebied is dat wel hetzelfde. Maar het zit vooral ook wat je allemaal nog doet als atleet buiten je voetbaltraining. Hè? Mannen zitten nu voor de training al een half uur, drie kwartier bezig, pre-training, hè, om alles op ze. Wij kwamen buiten, hè, bedoel, een boterhamje met choco, een koffie en we gingen trainen. Ja. En de mannen nu zijn al drie kwartier, voordat de echte training begint, zijn die bezig, zijn die met hun lichaam bezig. Na de training weer met dat lichaam bezig zijn. Preventieoefeningen om niet gekwetst te geraken. Blessurepreventie, ja, zo'n dingen allemaal. Dus, maar dat bestond allemaal in de tijd niet. Maar een speler zoals Pelé zou normaal zien vandaag... Ja, ook altijd de beste. De beste omdat de training ook... Hij zou ook anders getraind hebben, maar hij zou wel de beste zijn. Tuurlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar voetbal, inderdaad, bij Brugge. Beste momenten. Gert is vier keer kampioen geweest, vier keer de beker van België. Maar, nationale ploeg. Uw ervaring bij de nationale ploeg? Dat is mijn goede en slechte herinneringen. Laten we beginnen met de goede herinneringen. De goede herinneringen. Uh-huh. Dat is het beste, dat is het einde geweest voor mij. Het einde? De laatste match tegen Brazilië. Dat is voor mij... Dat is het laatste dat je voor België hebt gespeeld, 2002. Dat is mijn laatste match. We gaan erover praten, want dat is eigenlijk een hele... Dat is, jullie zijn, zoals in Engels zeggen, these people got robbed. Ja, jullie zijn gewoon... Ja. Ja. Die hebben gewoon een gun op jullie gezet en zeggen, wij pakken deze wedstrijd. Ja. Onterechte goal afgekeurd. Ja, ik weet het. Maar ja, ik had niet het gevoel toen... Ik heb achteraf die match nog teruggezien en dan dacht ik dat ook van, fuck, we hadden misschien toch kunnen winnen. Maar... Dat is Brazilië. Maar als we daar speelden, had ik niet dat gevoel. Ik had het gevoel van, op het einde gaan we het toch verliezen. Weet je? Ja. Maar allee, en die gevoel dat je nu hebt uitgelegd, is die nog harder geworden nadat die goal is afgekeurd? Ja, maar dat, op dat moment, alles gaat verder. En het gaat snel verder. Je hebt geen tijd om te veel na te denken. Tijdens de rust denk je nog even van, die goal. Maar je had toch het gevoel dat je nooit kon winnen. Weet je? Allee. Brazilië, topploeg, Rivaldo, Ronaldo. En die scoren wel die goal, normaal gezien. Ja, dat is waar.
Dus wie weet had de keeper de stand Geert de Vlieger? Ja, Geert, ja. Misschien had hij al de ballen gestopt, wie weet. Ja. Maar ik had niet dat gevoel. Maar dat was voor mij wel een goed einde. Ik moet... Ik zal ook ineens het slechtste vertellen. Hè. Dat was op het PK in Frankrijk, hè, met die rode kaart tegen Mexico. Mm-hmm. Dus dat was echt dramatisch gewoon voor mij. U had een kans om door te gaan? Toen. Ja, tuurlijk. We stonden 2-0 voor, en ik veroorzaakte penalty. Rood, penalty binnen, 2-1. En dan in de loop van de tweede helft nog 2-2. Dus we hadden de eerste wedstrijd al gelijk gespeeld tegen Nederland. En dan de laatste match tegen Zuid-Korea moesten we winnen. Maar die konden we ook niet winnen. Dan speelden we ook weer gelijk. Dus 3 keer gelijk en naar huis. En dan voelde je schuldig door die rode kaart. Je denkt altijd van, als dat niet was gebeurd, dat ik geen rood had gepakt, dan hadden we tegen Mexico gewonnen. En dan waren we door geweest. Dus dat is, je pakt die schuld eigenlijk op u. En dan is dat anders dan in een club. In een club, dan de match nadien, de week nadien, weer kans om dat goed te maken. Maar nationaal ploeg, op een WK. Ja, dus dan voelden wij schuldig. Dat heeft mij een paar maanden gekost. Mij een paar maanden slecht gevoeld en schuldig gevoeld daarover. En dan, door de kwalificatie om naar Japan te gaan, tegen Tsjechië, kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië, heb ik gescoord en een penalty uitgelokt, zal ik maar zeggen. En dat was voor mij alles goed. En dat was zo perfecte einde. Ik dacht van, nu nog naar Japan. En dan is het gedaan. Dan was het goed geweest. En dat het dan toevallig nog die laatste match tegen Brazilië was, dat was voor mij echt zoiets van, dat is heel goed. Stoppen tegen Brazilië. Mooie herinnering voor de rest van je leven. En gedaan. Okay. EK 2000 ook meegedaan? Ja, slecht ook. Ja, dramatisch. Tegen wie heb je gespeeld? Dat was dramatisch. Tegen Zweden, eerste match gewonnen. Dan tegen Italië, kansloos verloren. En dan tegen Turkije. Wat moesten we maar gelijk spelen? Maar Turkije was lastig. En dan hadden met dat geval van de Wilde, met Hakan Şükür die over zijn hoofd kopt. Klopt. Dat is dramatisch geëindigd eigenlijk. Hoewel dat ik vond, ik zeg niet dat we heel goed speelden, maar... Want we speelden niet zo goed, we speelden echt naïef eigenlijk en overhaast. En waren geen goede matchen. Maar ik vond wel dat we daar een goede ploeg hadden. Zo. Dat vond ik eigenlijk wel. Maar ja, het is een mislukt toernooi. Ja. En dat is nog anders wat ik zeg. Als je voor de nationale ploeg mislukt, dan is heel het land op je kop. Hè. Dat is niet zo plezant. En op het moment zelf, die rood kaart is gekomen. Hoe, na de wedstrijd, wat zeggen de spelers tegen u? Ja, goed. Ze reageren daar goed ook. Omdat... dan voelde dat voetbal echt wel een ploegsport is. Er is niemand, denk ik, of ze zouden het niet zeggen, die dat echt boos is. Of, misschien heel even wel, dat kan. Maar je doet dat ook niet expres natuurlijk. En de reactie van de andere spelers was best oké. De generatie van vandaag, dus de Rode Duivels van vandaag. En de Rode Duivels van, ik denk, 84 of 80, toen ze naar de halve finale zijn gegaan. Volgens u, welke ploeg, welke generatie is de beste generatie? Ik denk dat ik het moeilijk vergelijken, maar deze generatie, als je ziet waar dat die mannen allemaal spelen. Dat is ongekend. Dat is een ongekende wereldbeeld. Maar die spelen allemaal bij topploegen, maar die generatie van toen speelde niet allemaal bij top. Ze hebben een heel goed toernooi. Die hebben een fantastisch toernooi gespeeld. En wat ze bereikt hebben, is fantastisch op dat toernooi. Maar die spelers van nu, die hebben een andere carrière dan de spelers. Natuurlijk, toen was het ook nog niet zo internationaal. Als je toen naar het buitenland ging voetballen, dat lag minder voor de hand. Maar dat is moeilijk. Die generaties vergelijken, dat is gewoon moeilijk. Maar ik denk, qua puur talent... Wat we nu allemaal hebben, dat is... En we moeten er blij voor zijn, want dat gaat niet blijven duren. Dat weet je nu al. Het blijft niet duren. Het is altijd golfbeweging, het is altijd up and down. Maar hoe hoog dat we nu gezeten hebben en wat dat we nu allemaal hebben... Nee, dat zou een wonder zijn, moest dat lang blijven duren. Als deze jongens, als deze generatie afzwaait op een bepaald moment, zal dat heel moeilijk zijn voor de jongens dat daarachter komen om datzelfde niveau te halen. Dat kan niet zijn. Dat is inderdaad. Dat kan niet zijn. Als u die generatie van toen, wie was de beste speler volgens u? Die generatie van 84 of 88? Ja, ik weet het maar.
De Grijze? Ja, voor mij Jan Keulemans. Jan Keulemans. Ja, de Grijze was er nog niet bij. Hè. Nee. Dat was nog okay. te vroeg hè, van Mark ook. Hè. Okay. Ah, Keulemans, Julien Kools. Nee, dat was ook allemaal. Maar zoals het nu is, van die mannen, dat is fantastisch. Hè. Ik deed dat voor de jonge gasten dat hier zitten, die denken misschien dat dat normaal is. Nee. Want die hebben nooit anders geweten. Maar dat is niet normaal. Maar wat ik bijvoorbeeld niet begrijp is, oké, wat jij nu zegt, de generatie van vandaag is woef. Mm. Maar als het om Belgisch voetbal gaat, dan heb ik echt gewoon puur Belgisch voetbal. Mm. Is het niveau van vroeger gewoon veel beter dan nu? Nee. Jij vindt van nu dat dat veel beter is? Nee, alles evolueert. Het voetbal van nu wordt anders gespeeld als het voetbal in de jaren 80 en ook in de jaren 90. Alles evolueert. Maar... We hadden meer succes in Europa. Ik, ja, maar dat heeft met geld te maken. Dat heeft met de verdeling van het geld te maken. Als je kijkt naar wat is de reden waarom dat de beste clubs van de wereld hebben gewoon het grootste budget. Ja, het is gewoon de ranglijst van de rijkste club is min of meer de ranglijst van succes. Ook een paar uitzonderingen. Manchester United wint geen Champions League niet meer, maar is nog altijd bij de rijkste clubs van de wereld. Maar het gaat om budgetten. Budgetten. En vroeger waren de budgetten van de Belgische competitie tegenover de andere Europese competities was helemaal anders. Dat was bijna hetzelfde. Ja. En zelfs nog meer. Er kwamen Nederlanders, de beste Nederlanders, kwamen in België voetballen. Omdat ze meer konden verdienen in België. Dus dat is allemaal... Zoals wie? Dat is Jan Mulder. Jan Mulder, ik wist dat niet. Renzenbrink. Jan Mulder ken ik nog, omdat hij nog steeds actief op tv is. Nee, ja, dat is anders. Dus ik denk dat het verschil in budgetten is gewoon... Dat gat nu tussen Premier League en al de rest is heel... Dat kunnen nooit meer goed maken. Maar ook absurd, hè. Bedragen zijn gewoon... Dat is crazy, hè. Een jonge gast van 17, 16 krijgt een aanbieding. Ja, dat is zot. Hij is weg. Is maar raad je hem niet aan om misschien iets langer te blijven? Ja, maar wat ik daar straks zeg, er is geen ideale weg. En je kunt nooit zeggen, van dat is, okay, er zijn voorbeelden van jonge mannen die vroeg zijn weggegaan en het ook gemaakt hebben. En er zijn mannen die langer hier gebleven zijn. Hè. Tielemans, langer gebleven, ook gemaakt. De Donker, langer gebleven, ook gemaakt. Origi, vroeg vertrokken, Frankrijk. Hazard, vroeg vertrokken, Frankrijk, ook gemaakt. Dus dat zijn allemaal verschillende parcours van de jongens. Maar het ideale parcours, dat bestaat. Dat bestaat gewoon. Het is natuurlijk, maar wat we straks gezegd hebben over dat geld. Als je als jonge gast direct zoveel geld krijgt op je 16, 17 jaar en je hebt een fout gedachte daarmee, of je wilt daar al direct verkeerde dingen mee doen, ja, dan is het al, dat is wel fout. Maar als je daar gaat, puur voor de voetbal en voor te trainen en om beter te worden, ja, is dat wel goed. Als je daar gaat alleen voor dat geld en je bent blij met dat geld en je denkt dat je dan al van alles moet gaan doen met dat geld, ja, nee, dat is fout natuurlijk. Ja. Dat is niet gezond. Dat is niet gezond voor een jonge gast om ook in de omgeving. Allee, ik zeg nu maar, ga op je 16e naar Monaco. Ja, dat is voor mij, Monaco is geen goede omgeving voor mij om op te groeien. Ja. Natuurlijk niet. Ja. Je ziet water of zo, dat je buiten wandelt. Ja. Die geld. Dat is inderdaad. En dan moet je ook zo leven. Want ja, dan denk je dat dat normaal is. En terwijl dat eigenlijk niet. En dat is niet. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar weet je, dat zijn allemaal life experiences dat jij sowieso moet meemaken. Maar we hebben het over het buitenland. In 2011, een naam, Vladis Odija. Mm-hmm. Ja. Ik heb het gelezen en hij zei, maar ik denk, hij was een jonge gast toen, hij zei van Gert Verheij is niet ambitieus omdat hij nooit in het buitenland heeft gespeeld. Nee, ja, maar dat was eigenlijk een reactie. Ik had gezegd dat hij een kind was. Hè, omdat hij, omdat zijn vader kwam naar training of zo om met een trainer te spreken, omdat Vadis niet speelde. Zoiets was. Maar dat is ondertussen uitgesproken. Ja, natuurlijk. Trouwens, het gaat om 2011, maar ik wou weten van... Allez, Nee, de aanleiding was zoiets voor een reactie of zo van hem dat ik kinderachtig vond. Dat ik denk van ja, Vadis, je moet gewoon spelen en laten zien dat je de beste bent. Ja. Maar je moet niet excuses of zeuren. Of, maar vind je, is dat belangrijk om buitenland te spelen? Ondertussen wel. Ondertussen, ja, moet je... Onze competitie is ten opzichte van de andere competities te klein om als goede speler hier te blijven. Nee, je moet weg. Maar Hans van Naak is toch een goede speler? Dat is waar. En hij zou misschien ook beter, toch? Weggaan, een keer proberen. Omdat, dat is bij mij ook een beetje.
Ja. Allee, ik heb niet daar echt spijt van, maar ik kon naar Ipswich op een gegeven moment. Ipswich, maar Club Brugge, ik had nog contract, dus Club Brugge zei nee, mocht niet gaan. Dus ik mocht niet gaan. En ik was dan ook niet iemand die dat daar ruzie over ging maken, dus ik ging dan niet. En achteraf, ja, je zult nooit weten wat het geweest is. Je hebt het niet ervaren, dus je weet niet wat het is. Hebben daar spijt van? Nee, mijn carrière is sowieso goed geweest en ik ben blij dat het zo gegaan is. Maar goed, ik kan er nooit over meespreken wat het is. En anders had ik wel in de Premier League gespeeld een keer. Hè. Maar wat heb jij liever? Een goede carrière bij Brugge? Maar, of een, je gaat naar Ipswich? Ipswich, weet je wat ze nu noemen? Wat de bijnaam is van Ipswich? De Tractor Boys. Tractor Boys. Zo perfect gepast hebben mij. Come on, de Tractor Boys. Wow. Maar allez, wat heb jij liever dan? Elke jaar Champions League speel met Brugge en ook gewoon basis altijd. Of je gaat naar de Tractor Boys. Eigenlijk moet ik gaan. Ik zou nu elke jongen, een jonge gast met talent, niet te vroeg, het juiste moment, maar je moet naar het buitenland. Ja? Nee, je moet hier niet blijven. Nee, je moet hier niet meer blijven. Nee. Toch zeker geen 14 jaar was ik. Nee. Dat is belachelijk. Nu, in de dag van vandaag is dat belachelijk. Om 14 jaar in België te blijven. Dat is belachelijk. Dus met andere woorden, als ik hier blijf, ga ik niet de speler worden die ik moet worden. Ja, dat weet je nooit. Maar je moet eigenlijk toch wel geprobeerd hebben. Of zien wat het is. Maar ja, goed, je hebt elke familie. Hè. Ik had een vrouw, drie kinderen. Ja. Ik bedoel, wat vinden die belangrijk? Ze zijn niet alleen op de wereld. Hè. Tenzij dat je geen relatie hebt en dat je wel alleen bent. Dan kun je doen wat je wilt. Maar er zijn veel dingen die meespelen. Hè. Je hebt een huis gebouwd, je bent getrouwd, je hebt kinderen. Ja, bedoel, het is gemakkelijker hè, om te blijven. Hè. Okay, maar eigenlijk nu, zoals het voetballandschap nu is, je moet, als je echt goed bent, moet je weg. Hè. Ja. Maar je gaat weg en je komt bijvoorbeeld terecht op de bank. Ja, dat moet terugkomen. Maar snap je? Ja. Dat kan toch. Ja. Maar dan ga je waarde niet naar beneden? Ja, dat kan, maar zo erg. Ja. Want als iemand... Want je kunt letterlijk zeggen, wil je een carrière zoals Gert Vrijen, wanneer je altijd speelt, je gewoon je loon verdient en je bent in de kijkers, de Belgische ploeg roept je op en alles. Mm. Of je gaat naar het buitenland en je eindigt op de bank, je wordt nog steeds wel goed betaald, maar... Je moet niet op de bank blijven zitten, alleen maar voor het geld, hè, als je dat bedoelt. Als je moet kiezen van, je belandt op de bank, maar ja, oké. Nee, je sportieve carrière, maar ik snap wel, stel nu Divo Corrigi. Ja. Divo, ik heb die ook nog gehad bij mij, nationale ploeg. Nee. Ik snap ergens wel, bij Liverpool, dat is niet zomaar een club, hè? Liverpool. Ook al speelt hij niet veel, en ik denk ook altijd, Divock, nu moet je toch wel eens echt naar een ploeg gaan waar je echt elke week kunt spelen. Maar ik snap dat wel. Ik bedoel, voor Liverpool spelen, ja. En ook mee. En alles meemaken. Ja, ja, en alles meemaken. Dat heeft ook zijn waarde. Maar het mag niet voor de rest van zijn carrière zijn. Hij moet toch wel. Stel nu nog één jaar, maar dan moet hij echt wel terug. Kun jij zeggen dat hij de Champions League heeft gewonnen? Ja, ik vind dat wel. Ja, en zeker op dat moment met wat die toen gedaan heeft. Ja, nee, ik vind dat wel. Want je hebt en dat gevoel zal hij ook wel hebben, want anders zou hij wel weggaan. Ja. Die goal dat hij maakt, is eigenlijk de goal voor de kwalificatie. Ja, tuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld Lukaku heeft Champions League gewonnen met Chelsea normaal gezien ook. Maar hij zei van, nee, ik heb er eigenlijk niet veel mee te maken. Ja, omdat je niet zei dat moment dat... Dat het telt. Ja, nee. Wel, we zijn er bijna. Ik heb nog twee goede vragen. Ja? Ja, twee. Ja. De volgende vraag is ik ben eens benieuwd. Frank Raas. Ja. Waar is jullie vriendschap? Allee, voor de mensen die het begin van het interview niet hebben meegemaakt. Frank Raas, waar is jullie band? We hebben elkaar eigenlijk de laatste 2-3 jaar pas beter leren kennen, ook omdat we veel samen commentaar hebben gegeven op wedstrijden. Vroeger kwam ik wel extra time, maar ja, goed, dat is dan maandagavond en je zit even samen, maar dat is ook wel repetitie en dan uitzending en dan drink ik nog wel even iets, maar niet lang. Maar als je samen commentaar geeft, dan leren we elkaar wel wat beter kennen. Zo. Ja. Nee. Ja. Extra time. Uw beste elftal? Wereldwijd, maakt niet uit. Wie zit jij in de goal? Ah, maar dat is te moeilijk, joh. Om zomaar te zeggen van, hup, elf. Als ik zal volgende week terugkomen met mijn elf naam. Gang, shit. Ja, dat is moeilijk, hè. Ja.
Ja, in de goal, is dat Neuer, Neuer nog altijd. Hè, ja. Neuer? Ja, ik vind dat wel. Okay. Linksback? En Courtois. Neuer of Courtois? Kort daarachter. Ja, nu nog, toch nog Neuer. Neuer, oké. Okay. Linksback. Ik zit... Davies. Van Bayern München. All time. Oh, ja. Maar hij is wel... Wow, all time. Dat is toch een fenomeen. Ja, ik heb gezegd vorige week in de media, dat is eigenlijk... Dat kunnen we niet meer linksachter noemen. Dat is more gewoon. Dat is next level. Dat is linksback next level. Marcelo? Ja, ook fantastisch. Maar Davies... Davies en Jong. En eerlijk gezegd, Marcelo op die leeftijd was hij nog niet op Davies zijn level, denk ik. Nee. Maar inderdaad, maar jij zit Davies. Ja. All time zit ik Marcelo. Ja. Ja, maar akkoord, hè. Nee, maar we zijn elkaar aan het helpen. Ja, ja. Dan moet je niet voor de week komen. Nee. Doen. Centraal verdediger? Ja, maar ja, all time. Ja, dan moeten we nog verder. Ramos? Ik zou nu Ramos zeggen. Ramos, okay. Nu Ramos. Veel mensen zeggen Ramos niet all-time. Waarom niet? Veel mensen zeggen Ramos is niet all-time. Frans Beckenbauer, maar ja, en die is niet shot, hè. Maar ja, is wel ik ben in 1989 geboren. Ik denk dat Frans Beckenbauer niet meer voetballen. En dat is niet all-time, dan is het our time. Ja. Uwe vooral. Nee. Maar Beckenbauer heb ik wel gehoord dat hij iemand... Van horen zeggen. Dus we gaan zeggen Ramos en Beckenbauer. Rechtsback Cafu, ben je akkoord? Ja, dat was toen wel. Nou, dat was eigenlijk al een moderne rechtsback, toen dat, zoals nu is eigenlijk. Ja. Dat was hij het al. Weet je? Okay, ja. Roberto Carlos ook? Van, ja, zeker. Daar heb ik tegen gespeeld, hè, tegen Roberto Carlos. Oh ja, Brazilië. Ja, Brazil. Ik heb een foto, ik heb hem nog tegengekomen in Madrid. Ik vroeg hem, ik zeg... Ik weet wie ik ben. Ik zeg, weet je wie ik ben? Hij wist niet dat hij... Hij zei, allee, zeg. Ik zeg, ik heb tegen u gespeeld. Ja. In Japan. En hij moest lachen. Voordat we gaan verder met die elftal, maar op het moment dat jij Roberto Carlos ziet, is hij zo starshot. Nee. Okay. Maar hij ook niet. Ja. Maar sommige voetballers hebben dat nog. Ja. Totdat je ze aanspreekt, moet ze durven aanspreken. Hè? Ja. Je hebt mij toch ook gewoon een sms gestuurd? Dan moet je gewoon durven. Hè? Dat is waar. Dat is hetzelfde. Als je naar die mannen toestapt en je zegt, hey. Ja, klopt. Middenveld, Zidane op de 10. Ja. Je bent aan twijfel, zeker. Precies. Nee. Twijfel aan, ik denk niet dat er een betere 10 bestaat. Nee, maar er zijn nog wel... Verdedigende middenvelder. Makelele? Ja, maar je zit allemaal zo in de jaren 90. Hè. Ja, ik vind dat, hè, je zit, dat is eigenlijk uw ding. Wie zal jij daar zitten? In plaats van Makelele. Ik zit Makelele. Nee, dat is een faire keuze. Dus we spelen 4-3-3. Dus we hebben Zidane, we hebben Makelele. Je hebt nog een middenvelder nodig. Ja. Ik zou zitten... Persoonlijk zit ik... Viera. Ja, maar je zit, en wat doet hij met Iniesta en Xavi? Ik kies nog Viera boven hen. Viera was er al voor hen. En Viera, don't get me wrong, Iniesta en Xavi. Maar Iniesta en Xavi zijn ook mensen die bij Barcelona, die zijn daar. Hè. Maar Viera, heeft 98 was hij daar, in 2000 was hij daar, in 2002 was hij daar. En daarna zijn die mannetjes gekomen. Maar ook om eerlijk te zijn, ik heb Iniesta en Xavi ook amper zien voetballen. Ja. Want ik zat vast destijds en dat kwam niet zo. Maar en Desailly? Desailly, dat is een goede verdediger. Ik heb zijn parcours gezien op een show dat het 4-3-3. Davies, Ramos, Beckenbauer, Cafu, Zidane, Makelele. We gaan met Xavi gaan. Spits. Pele. Oké, dat kan ik zelf. Links. Ja, je moet Messi en Ronaldo nog houden. Ja, dat is voilà. Links, rechts, Ronaldo, Messi en Ronaldo. Okay, dat is een vrij goede elftal. Is too much talent. Too much talent. Laatste vraag die ik heb voor Mr. G. Wie coacht de elftal? Charlie Badibanga. wie coacht de elftal? Dat is wel een goede vraag. Del Bosque? De man die alles heeft gewonnen? Johan Cruijff. Johan Cruijff? Dat baseert je dat op zijn kennis van voetbal. Maar niet op de prijzen dat hij heeft gewonnen. Nee. Okay. Nee, dat is waar. Want Del Bosque, maar op de kennis. Inventiviteit van... Dat geef ik u gelijk. Ook al heb ik hem niet zien voetballen, maar van wat ik altijd heb... Over de ideeën. Ja. Maar als het gaat om prijzen, dan kies ik Del Bosque. Mm-hmm. Want hij heeft letterlijk alles gewoon als coach. We got a lab, ja? Eén vraag nog.
En je moet kiezen. Coachen of analist? Ja, dus. Nee. Analist denk analyst. Ik dan toch. Ja. Oostende? Nee. Dat was moeilijk gewoon. Maar ook de situatie en het moment gewoon. Ik denk dat als je begint, moet je een beetje geluk hebben als je ergens terechtkomt waar dat het draait. Ja, waar dat het draait, maar waar dat ook de club gewoon ja, goed geleid wordt. Of was het maar Koeken destijds? Nee, die was juist weg. Was dus ja, waar, als er veel extra sportieve problemen zijn in een club, is dat moeilijk om, om iets neer te zetten. En dan, ja, ik denk ook dat je trainer moet zijn. Je moet het echt heel hard willen. En ik wou het wel, maar ik had zoiets van, ja, als het zo zit, als het zo moeilijk is, dan denk ik van, ja, nee. Ik werd er niet gelukkig van, ik zal het zo zeggen. Ik was niet zo'n gelukkige mens die 9 maanden. En dan kies ik toch om gelukkig te zijn. Kom jij terug, ooit, als trainer? Nee, ik zal nog eens terug naar hier komen. Ja. Maar als trainer, ik denk, misschien wel. Maar je mocht nooit zeggen, weet je. Als ik begon als trainer, had ik ook nooit gedacht dat ik een jaar later terug analist was. Dus dat mag je nooit zeggen, maar ik denk het niet. Ik voel het nu zo niet aan. Nee, ik voel het nu aan als ik denk van, het is wel goed zo. Ik ga als trainer nog naar het buitenland? Nee. Real Madrid, hè? Jij weet nooit. Pas op, ja, niet alles is. Het buitenland hoeft niet hoger te zijn. Hè. Je kunt ook op de Fareur gaan trainen. En dat is ook buitenland. En ook goed verdienen. En kijk, niet alleen Putte. Ben ik maar Putte, die met Burkina Faso. Hij is Putte? Ja. Hij is in Afrika beland en heeft ofwel finale gespeeld ofwel gewonnen. Mm-hmm. Een van die twee. Mm-hmm. Maar, Paul Putte. Maar hij heeft ook een hele verhaal. Ja. Dat is voor een andere talk show. Wat doet Gert Verheyen met 24 uur te leven? Zo de laatste 24 uur willen zeggen. If you had 24 hours to live, what would you do? Praten met mijn drie zonen. Drie zonen. En what you tell them? En zeggen hoe graag dat ik ze zie. En dat ze wat dat ze moeten doen voor de rest van hun leven. Niet verplichten wat ze moeten doen, maar hen raad meegeven. Ja. En met dit gaan we ook straks met Charlie afronden. Thanks Gert Verheyen. Ja. Sir. We out. Woo.